This video is powered by the following sponsors. Hallo allemaal, Sol Hanwari, Combat Point. Tegenover mij staat Ridwan Cairo. Ridwan, wat vond je van je partij? Wat vond ik van mijn partij? Ik ben over het algemeen tevreden, maar, zat er natuurlijk een maar, het had het beter gekund. Ja. Ik wist al vrij snel eigenlijk dat ik hem eruit kon halen. Dat is in de eerste ronde al zo, maar dan verzaak ik het toch nog ergens om het af te maken. En ja, ten goede van mijn tegenstander, want hij stond ook gewoon sterk. Weet je, karakter. Dus wel voldoende, maar had beter gekund. Ja, de partij oogde rommelig. Hij hing veel aan je. Gaf je niet, het leek net alsof hij niet het gevecht aan wilde gaan met jou. Ervaarde jij dat ook zo? Nou, hij wilde het gevecht wel aangaan, maar ik liet hem niet in zijn spel komen. En dan komde ik natuurlijk wel enige druk zetten en toch naar voren lopen, een beetje opjagen. Alleen dat doe ik dan wel, maar dan doe ik toch niet het juiste wat ik had moeten doen. Maar ja, goed, weet je, dat is altijd achteraf. Ik weet waar ik nu gewoon wel moet gaan letten en gaan trainen weer voor de volgende. Einde eerste ronde dacht ik van, nou, je hebt hem. Ja, ja zeker. Dat dacht ik dus ook. En dat voelde ook zo en dat zag er ook zo uit. Maar ja, nogmaals, ja, dan maak ik het niet af. Dat is dan echt aan mij. Weet je, dat is mijn fout. Mijn trainers zijn ook het juiste wat ik moest doen. Ja. Maar ja, dat doe ik het dan net niet goed genoeg. Sterke kaaklijn van je tegenstander? Ook. Nogmaals, karakter is het ook. En misschien dat ik hem niet goed raakte en dat ik iets te gretig was. Ja. Die gretigheid zag ik wel in jou. Wanneer was je laatste partij? Was dat, In juni. In juni was dat, in Brussel, bij het ABC-evenement. Dus 6 juni, als ik me niet vergis. Ah, ja. Okay. En voor jou, dat lijkt me een flinke gat tussen de ene partij en de andere partij. Want ben je gewend dat jij vrij veel partijen draait in het jaar? Nee. Ik ben ook niet meer de jongste. Ik ben nu 33. En ik streef ernaar om de 3 maanden, 2 à 3 maanden wil ik wel vechten. Ja, reden waarom dat ik buiten het vechten ben ik gewoon ook druk met werk en voor alles en nog wat, mijn eigen projecten. Het reizen ook nog, ik heb 2 kinderen. Dus ik wil niet iedere maand vechten. Simpel zat. Dus om de 2 à 3 maanden is meer dan genoeg. Okay. Dus 6 maanden is dan net wel even iets te lang, inderdaad. En vind jij dat, welke volgende partij staat er nu voor jou gepland? Op het moment weet ik niet wat er exact gepland staat. Ik heb wel gesproken met een aantal promoters voor het nieuwe jaar. En als het mee zit, kan ik in februari al vechten. Misschien dat er na deze wedstrijd wat aanbiedingen eraan zitten te komen, ik weet het niet. Mm-hmm. Ik heb even een werktrip die eraan zit te komen, 10 dagen naar Kaapstad. Weet je, kijk ik ook even naar uit, dat is heerlijk. Ook leuk. Kom ik terug, begin ik wel weer met trainen. Maar dan komen de feestdagen eraan, weet je, van familie en hard werken, weet je. Dus, en dan vanaf januari gewoon weer gaan we weer strak voor tegenaan. En ongeschonden uit deze strijd gekomen? Ja. Ja, dat is lekker. Altijd goed, toch? Als ik kijk naar mijn tegenstander, mag ik zeker niet klagen hoe ik eruit ben gekomen. Goed zo. Ja. Dus al met al een 7+? Ja, jawel, 7+. Oké. Okay. 7+. Nou, bedankt voor je tijd hier zo. Zo, hartstikke bedankt. Sowieso. Jullie allemaal, volg Ridwan Cairo. Geweldige vechter. Ervaren rot, oude rot, kun je ongelooflijk veel van leren ook als je naar zijn partijen kijkt. Dus doe dat ook zeker. Voor nu, bedankt allemaal voor het kijken en tot ziens. Tot ziens. Dus.